Binnendoor schuift Chaka K op en vooraan heeft Sonja Rietko inmiddels de koploper op de knieën. Maar daarachter wappert het veld uiteen en komt Farai Scott in het buitenste spoor naar voren. Maar is aan de binnenzijde nog altijd aan de leiding Godiva Flevo. Het is prachtige sport. Dania Beach aan de buitenzijde dan nummer 9 van Crazy Lover. Helemaal aan de buitenzijde Farai Scott, maar die zet toch niet helemaal door. Het wordt een PD-feestje. Maar de volgorde is nog niet bekend. Aan de binnenkant nog altijd die Godiva Flevo. En Godiva Flevo, je hebt Rietko nodig om te bewijzen dat hij wel degelijk op Alkmaar een goede koers kan lopen. Nee hoor, grapje. De vier wint voor de 10 en dan de 5. Een en ander is voorlopig. De geduldige dames en heren, geweldige winnaars van het eerste Victory 5 onderdeel. Godiva Flevo en Sonja Rietkonen. 5 jaar deze bruine Mary Goodmanswood uit Volga River, gefokt door Aad van Schie. In samenwerking met Sijp en Tietje Iwema. Het paard is bezit van stal PD. Wordt getraind door Bas Krebas en werd voortreffelijk gereden door Sonja Rietkonen. En voor haar hebben we de bloemen in petto. Van onze Jan. Sonja, congratulations. I thought you got a difficult trip. It was a hard race, but I really like when you have to fight for it. Okay, she likes that? Or you like that? Yeah, me. But I felt like every time I had a new gear on this horse. Well, maybe it's better that you're going to sit. Godiva Flevo hier nog aardig driftig aan de huldiging. En we willen absoluut geen ongelukjes. Oeps. Nee. Vakvrouwtje, dat scheelt. Ze zit. Komen ze aan, geweldige winnaars van de vierde koers. Godiva Flevo leende zich niet helemaal voor een interviewtje, maar mooi dat ze weer terug is. Een applaus voor Sonja Rietkonen. Godiva Flevo. De start is gevallen, paarden onderweg en Farai Scott kan Chaka K niet hebben. En Chaka K kan aan de buitenkant Fleur Zwagerman niet hebben. En dan ligt in ieder geval die ene favoriet al een end weg. En is die andere favoriet ook eerder laatste dan de eerste? Wat heet die lichtlaatste? Kortom, hier zou dus al de eerste verrassing kunnen gaan vallen. En we gaan op weg naar de overkant van de baan met aan kop van het veld Fleur Zwagerman. En die Fleur Zwagerman die heeft dan een halve lengte voorsprong op een aandringende nummer 6, Dancing Noble. Dit is natuurlijk precies wat ze niet hoopte, dat hij al zo vroeg aan zijn speed moest zitten. Maar één gelukje. Frans van der Blonk laat Dancing Noble voorbij. En misschien dat dan zo dadelijk de contra-aanval komt. Of dat aan de buitenkant Sonja Rietkonen het in de schoot geworpen krijgt. En dat zij over mag nemen met paard nummer 4 Godiva Flevo. Geweldig trouwens hoe ze Godiva Flevo vroeg in de vuurlinie heeft liggen. Dan Adelaar met een prachtige start. En aan de binnenzijde Chaka K, Farai Scott, het kind van de rekening. En achter deze paarden hebben we dan aan de buitenzijde opkomend het nummer 9 van Crazy Lover. Een aansluiting is er voor Dania Beach. Maar je mag gerust zeggen met cha-cha-cha aan de binnenkant dat de favorieten toch echt wel in een hele moeilijke uitgangspositie liggen. En Dancing Noble nu aan kop ook nog eens het tempo helemaal naar de hand mag zetten. Dancing Noble, tweede plaats daarachter het nummer 5 van Fleur Zwagerman. Aan de buitenkant de 4 en dat is Godiva Flevo. Verderweg in het veld Adelaar, een gigant van een outsider, maar die gaat makkelijk mee. En achter Adelaar is dan aan de binnenkant de 2. Chaka K, maar de contrareactie in het veld, want het is John de Leeuw die nu toch voelt dat hij iets moet doen met de grootverdiener van Vincent. En die komt aan de buitenkant naar voren en dat is paard nummer 10, Dania Beach. Dania Beach benut het derde spoor om positie te verbeteren en strijkt zo dadelijk neer op de koploper. En dat is nog altijd paard nummer 6, Dancing Noble. Buitenzijde Dania Beach, maar die krijgt dat daar niet cadeau. Jaap van Rijn, attent daarachter aan de buitenzijde met zijn Crazy Lover, komt ook in het derde spoor mee naar voren. Maar vooralsnog is het Ruud Pols die er allemaal niet warm of koud van wordt, hoewel ze nu wel in een PD-formatie de aanval inzetten. Het is aan de buitenzijde dus doordrukkend die Dania Beach. Tweede spoor, Godiva Flevo, binnenzijde nog altijd aan de leiding die Dancing Noble. Fleur Zwagerman kan geen kant op. Daarachter komt aan de buitenkant nu de aanval van paard nummer 9. En dat is Crazy Lover. Waar is Farai Scott? Die zit daar inmiddels wel in het tweede spoor. Maar ja, heeft daar nog een berg te beklimmen. Maar komt daar nu wel met veel vertoon van macht het vierde spoor in. Binnendoor schuift Chaka K op. En vooraan heeft Sonja Rietko inmiddels de koploper op de knieën. Maar daarachter wappert het veld uiteen. En komt Farai Scott in het buitenste spoor naar voren. Maar is aan de binnenzijde nog altijd aan de leiding Godiva Flevo. Het is prachtige sport. Dania Beach aan de buitenzijde aan nummer 9 van Crazy Lover. Helemaal aan de buitenzijde.
toen zei de Van Dijk Scott, maar die zet toch niet helemaal door. Het wordt een PD-feestje. Maar de volgorde is nog niet bekend. Aan de binnenkant nog altijd die Godiva Flevo. En Godiva Flevo, je hebt Rietkeunen nodig om te bewijzen dat hij wel degelijk op Alkmaar een goede koers kan lopen. Nee hoor, grapje. De 4 wint voor de 10 en dan de 5. Een en ander is voorlopig.